Welkom, mijn naam is Nico Norte en dit is de eerste aflevering van Koken in een Grot. Het is een serie van video's waarin ik ga laten zien hoe makkelijk en leuk het is om te koken als moderne holbewoner. Belangrijkste maaltijd van een moderne holbewoner is het ontbijt. En wie denkt dat dat niet zo is, die vergist zich. Want als we het ontbijt overslaan, doen we al snel om 11 uur 's morgens een greep naar een gevulde koek ergens bij een tankstation. En dat is nou niet de bedoeling. Bij mijn ontbijt is koffie belangrijk. Je kunt bij het ontbijt natuurlijk ook thee drinken of water. Eén ding is super belangrijk, dat als we thee en koffie drinken, dat we daar natuurlijk geen suiker aan toevoegen. Voor mij is het koffie. Ik neem er altijd even de tijd voor. Ik zoek mijn koffie zorgvuldig uit. Ik vind dat belangrijk. Thee is natuurlijk hetzelfde. Je kunt honderden verschillende theesoorten kopen die hartstikke lekker zijn bij het ontbijt. Water kan ook, een beetje saai. Maar waar het om gaat is ons ontbijt. Waaruit bestaat een moderne holbewoner ontbijt? Belangrijkste ingrediënt zijn noten. Ik heb hier een bakje noten, bewaar ik in de koelkast. Koel is belangrijk voor noten. Gemengde noten, ik heb hier hazelnoten, walnoten, pekannoten, amandelen. Er zitten macadamia's bij. Daar heb ik gemengd met veenbessen en blauwe bessen. Maak je niet te druk om die veenbessen. Er wordt veel gepraat over de siroop waarin die geweld zijn en dat ze daarom te zoet zouden zijn. Je kunt op zoek gaan naar veenbessen die geweld zijn in ananassap. Niet zo belangrijk, want als ik zometeen de balans opmaak, dan vind ik in mijn ontbijt terug 7 of 8 veenbessen. Zo belangrijk is dat dus niet. Cashewnoten zitten erin. Al met al 30 gram, 35 gram noten. Dit hoeveelheidje noten is nu ongeveer 30 gram. Kan nog iets bij. Ik wil niet overdrijven. Ik vul dat aan zometeen met pistachenoten. Die pistachenoten bewaar ik apart. Waarom doe ik dat? Pistachenoten kunnen gaan schimmelen. Dus die hou ik graag apart van mijn andere noten. Daarnaast zakken ze naar de bodem van de hoeveelheid noten die ik heb. En moet ik elke keer gaan graven naar mijn pistachenoten. En dat vind ik lastig. 5-6 pistachenoten. Zoveel is het niet. Apart bij mijn mengsel van noten. En wat ik daar nog bij doe, is een paranoot. Paranoten zijn rijk aan selenium. Is heel belangrijk. 80% van de wereldbevolking heeft een tekort aan selenium. Maar te veel selenium is ook niet goed. En paranoten bevatten veel selenium. Is ook moeilijk te zeggen hoeveel selenium er in een paranoot zit. In mijn ontbijt 1 paranoot. Soms sla ik een keer over. Is allemaal niet zo belangrijk. Maar niet te veel paranoten. Een ander ding. Zet die noten weer weg. Blijf er niet van snoepen heel de dag. Want dan is het effect er ook weer van verdwenen. 30 gram, 35 gram noten. En die ga ik nu aanvullen met andere ingrediënten. Zoals zaden, pitten en bessen. Ik heb een hele verzameling daarvan. Verzamel wat je verzamelen kunt. Sommige bessen zijn weer wat duurder dan andere. Probeer zoveel mogelijk bessen, zaden en pitten in huis te hebben. En hou die verzameling een beetje intact. Het is een investering. Die eerste hoeveelheid noten, bessen, zaden die je moet kopen. Aan de andere kant doe je daar heel erg lang mee. Want zoveel gebruiken we er niet van per keer dat we een ontbijt maken. Ik begin zometeen met amarant. Klein beetje amarant gaat zometeen door dit ontbijt. En dat vul ik aan met een klein beetje uit ieder potje dat ik heb. Even de koffie afmaken. Zo. Amarant. Doe er een klein beetje van door mijn mengsel van noten. Hier hebben we goji bessen. Een handjevol is voldoende. Gaat hier doorheen. Maanzaad. Klein beetje maanzaad erdoor. Pompoenpitten. Dan heb ik hier moerbijbessen. Even soms een beetje. Even het lepeltje gebruiken. Daar gaan ze. 4, 5, 6 moerbijbessen. Doe daar niet zo moeilijk over, maar het zijn geen grote hoeveelheden die we er doorheen mengen. Pijnboompitten. Een paar pijnboompitten er doorheen. Over het algemeen dure pitten. Maar aan de andere kant, die paar pijnboompitten die ik door mijn ontbijt gooi. Ik doe wekenlang met een zakje pijnboompitten. Vlozaad. Klein beetje vlozaad hier doorheen. Dan heb ik gedroogde kersen. Niet altijd even makkelijk om te vinden. Maar even goed zoeken online bij bepaalde winkels. Je hebt ze snel gevonden. 5 gedroogde kersen, 6 gedroogde kersen. Niet te veel. Chiazaad. Klein beetje chiazaad er doorheen. Wat hebben we nog meer? Zonnebloempitten. Kunt u natuurlijk bewaren gewoon in de zakken waar je ze koopt. Ik gebruik deze ultraviolette potten. Die vind ik heel handig. Alles blijft er goed in. Makkelijk op te bergen. Doosje zelf gemaakt. Hier heb ik Inca bessen. Heel zuur. Beetje voorzichtig mee zijn. De ene vindt ze erg lekker, de andere niet. Ik wil er niet te veel door mijn ontbijt doen. Want ja, ze zijn dus heel erg zuur. 2 Inca bessen. Het is voldoende ook moeilijk te krijgen. Maar ik heb ze toevallig te pakken kunnen krijgen. En soms is mijn voorraadje eventjes op. Nou ja, dan eet ik geen Inca bessen tot ik ze weer te pakken krijg. Rozijnen. Krenten, rozijnen is hetzelfde. Ik heb rozijnen gekocht. Van hennepzaad. Klein beetje hennepzaad hier doorheen. Het is allemaal niet veel. Ook hennepzaad is natuurlijk kostbaar, maar als je het omrekent, ik gebruik daar maar heel weinig van per keer dat ik een ontbijt maak. We zijn aan het einde van de rit gekomen. Kokos,
geraspte kokos. Kunnen ook vlokken zijn, maakt niet zoveel uit. Meng dat er ook doorheen. Wat hebben we nog over? Ik heb hier sesamzaad. Klein beetje sesamzaad erdoorheen. En als laatste lijnzaad gaat hier door het ontbijt. We zijn er nog niet, want wat gaan we hier nog doorheen mengen? Vijgen. Pak één vijg, is voldoende. Daar gaat nog bij een gedroogde abrikoos. Een abrikoos. En wat hebben we nog over? Een dadel. Het leuke hiervan is dat holbewoner eten niet uitnodigt tot overeten. Dus op het moment dat je denkt van nou, daar kan nog wel wat af, is het ook heel makkelijk om te zeggen van joh, de ene dag haal ik daar een abrikoos en een pruim uit en eet ik alleen een vijg en een dadel. De volgende dag eet ik weer een abrikoos en een pruim. Je kunt daar heel makkelijk mee spelen. Dus het is ook niet belangrijk dat je al dat gedroogde fruit er doorheen gooit. Ik zou daarmee beginnen. En als het je doel is af te vallen, nou, laat dan om de dag bijvoorbeeld 2 stuks gedroogd fruit eruit. Het is niet moeilijk, wijst zich allemaal vanzelf. Laatste wat ik door mijn ontbijt meng is cacao nibbets. Dit zijn cacao nibbets die niet zijn aangezoet, dus die zijn bitter. Dat maakt juist dat ontbijt heel erg lekker. Iemand die de holbewonercode al gelezen heeft, die weet natuurlijk dat ik geen voorstander ben van het eten van bonen. Aan de andere kant omschrijf ik ook dat af en toe bonen eten niet echt dramatisch is. Er zitten heel veel gezonde voedingsstoffen in. Ook voor de cacaoboon maak ik een uitzondering. En ik meng hier wat cacao nibbets doorheen. Niet veel, een paar cacao nibbets is voldoende. En daarmee heb ik dit ontbijt afgemaakt. Het is een mengsel geworden van noten, gedroogd fruit, bessen. En dit is een holbewoner ontbijt. Alles wat me nu nog ontbreekt is mijn kopje koffie. En ik ben klaar voor de dag. Voilà.